en een rechtsprek maken. Yo, gasten van het Game Portaal. Mijn naam is Roland. En ik ben Mark. Dit is mijn neefje, voor de mensen die hem niet kennen. Een aantal kennen hem wel natuurlijk nog van een gamekanaal. Maar hij wilde heel graag met mij fanmail doen. Timo zou eerst meedoen. Ik had alles meegenomen naar Keulen. Maar wel dat zo erg druk en we waren zo kapot daarna dat we het niet hebben gedaan. Maar gelukkig heb ik mijn neefje. Yo, thumbnail. Oké, thumbnail. Oké, nice. Oké, ben je klaar voor? Ja. Ik heb hier allemaal brieven gekregen van kijkers. Jij bent vast ook benieuwd? Ja. Oké. Ik gooi in de lucht en je moet eentje vangen. Ja. En die gaan we doen. Zeg maar 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oké, die gaan we openen. Ga ik hem openen? Ja. En dan mag jij het. Jij mag het dan voorlezen. Oké, maar mensen, doe even een duimpje boven mijn neefje. En misschien maak ik hier 2 video's van. Ik zie Stop hem in je favorieten. Stop hem in je favorieten. Ben jij ook een keer in een YouTube-kanaal starten dan? Team HGP, met allemaal Nederlandse dingetjes. Echt vet, hè? Ballonnetjes. Oké, zal ik het voorlezen? Ja, goed. Lieve Ronald en Timo. Oh, zeg maar. Ik vind het liedje De Ridder en de Draak heel leuk. Jij toch ook? Ja, ik ook. Nice. En de Kingdom Boar is spannend en leuk. En de Gmod van SpongeBob heel grappig. Ja. En de Minecraft. En de Minecraft Jumpmap ook heel leuk. Ik vind dat de Hobbit heel leuk is. En Timo zijn Happy Wheels ook. Groetjes Kenzo uit Volendam zo te zien. Nou bedankt, het is echt een toffe tekening man. Echt, die stop ik even in mijn la. Eerst had ik dit altijd, maar ik kreeg zoveel tekeningen dat het er niet meer op paste. Jezus, wat veel jongen. Ja, dus deze komt er ook bij in de collectie, yeah. We gaan de volgende doen. Oh nee, joh. Oh, alles valt al uit. Oh, oké. Jij mag alles zo, ik gooi je zo. Wat vind jij nu allemaal? Oh, ik vind een Loombadje. Laat mij de camera zien. Iets boven. Super tof, hè? Ja, dat is al tof. En een letter R van Ronald. En van de, het zit ook in Mark zijn naam. Ja, dit wisten ze gewoon, hè? Ja. Ze wisten gewoon dat jij mee zou doen. En, ja. En de letter T. Ja, altijd mooi. En de letter T, dat is van T. Timo. Timo. Deze keer Timo. We hebben ook een brief gekregen, natuurlijk. Oké, ik doe hem om, jongens. Dat wil Mark heel graag. Zo, hier. Oh, het is ook nog van de HGP kleur, hè? Oh ja, HGP. Ja. HGP, jongens. HGP. Okay. Hoi Ronald en Timo. Ik ben al een hele tijd fan van jullie en like alles. Bedankt natuurlijk, daarvoor bedankt. Ik kijk al sinds de eerste video van HGP. Daarom deze brief en deze armband. Ik zou het heel fijn vinden als iemand van jullie me zou bedagen. Raad 3 keer wat erop staat. Oh, staat HGP op? Kijk. Ja. Oh, vet. Nice, doe jij maar zo. Oké, ik heb ook de beginletters van jullie namen voor jullie gevouwen. Ik hoop ook dat jullie, die op jullie bureau gaan zetten. Ik vind vooral Ronald tegen Timo heel leuk. Maar ook Happy Wheels en FIFA 14. Kortom, HGP is het beste YouTube kanaal van Nederland. Oh. Maar mensen, Ronald en Timo, het komt niet meer op het gameportaal dat jullie dat weten. Maar ik en Timo hebben buiten het gameportaal een YouTube kanaal gestart, genaamd Ronald en Timo. Mooie naam, hè? Ja. En daar doen wij nu seizoen 2 van Ronald tegen Timo. Want seizoen 1, ja, ik ben pro, ik heb gewonnen. Kijk maar in de beschrijving beneden. Daar staat de eerste video. Zeker check, hij is super vet. En nu dan. Oh, je schrok. Ik zag hem schrik. Oké. Ben je klaar, hè? Oh, ja. Er zit een tekening in. Okay. Ik heb een gevoel dat het een Minecraft tekening is. Want ik zag hem iets rood. Ik ben kaal, jongens. Oké. Beste Ronald en Timo. Ik ben Giacomo, als ik het goed zeg. Ik weet niet zeker. Dit zijn jullie. Dit is Timo met Avro. En dit ben ik met half kaal. Ben ik kaal? Ik ben niet kaal. En dit is mijn tweede brief. Ik ken hem. Hij heeft eerder iets leuks opgestuurd. Ik heb die ook gekregen. Dat was zo'n bandje. Hetzelfde als deze. Ja, hier. Maar dan eentje korter. Die had je aan mij en Timo gegeven. Giacomo was het voor zeggen. Ik weet niet zeker. Omdat ik jullie heel cool vind. En maak met zoals Enzo een HGP texture pack. Kan. Ik wil wel een texture pack. Kan jij een texture pack maken? Nee. Oké, maar hierachter zit een puzzel. Die gaan Mark en ik dan straks even kijken wat het is. Want ik heb niet de tijd om dat nu te doen op dit kanaal. Sorry. Nee. Maar ja, we gaan naar de volgende. Echt, Giacomo, nog bedankt voor je tweede brief. Ik heb de vorige brief, had je volgens mij een South Park tekening. Dat je South Park zat te kijken. En raad wie de 2 grootste fans zijn van South Park. Nou, nu 3. Ik. Mark. En Giacomo. Nou, zullen we de volgende brief doen? Ja, goed. Ik heb trouwens Mark net helemaal verrast, hè. Ik heb hem namelijk net, hij is een hele grote South Park fan, dat wist ik niet. Dus, ik heb hem net gewoon een South Park game gegeven. De Stick of Truth, die ik ook heb gespeeld op HGP. Ik heb hem een South Park speaker gegeven. Oh. En
Ik zou op een klopblok en twee Minecraft knuffels. Zo'n koe en een varken. Varken, zo'n piggy. Oh, je bent er al. Oh, ja, nu al. Oh, en er zit nog een wortel in. Een Boreaanse wortel. Hé, hey, we hebben weer een worteltje gekregen. Nice. Deze stof, hè? Ja. Dat loemen zit helemaal in, hè? Jij hebt het ook gedaan, toch? Ja, ik heb het ook gedaan. Alleen mijn dingen zijn kapot. Zijn kapot? Gaan het kapot? Ja. Oh, tof. Als ze uitdroog of zo. Het stoffen, hè? Tof. Ja. Tof. Wow. Oh, wat zie je als eerst? De HGP-logo. HGP-logo. Laat maar zien. Hallo, Ronald. Ik volg jullie al vanaf... EGK. Oh, EGK. Elke keer als ik naar... Gmod kijk, als ik chip ben, word ik weer blij. En ik mag jullie video super erg. Groeten van Sergen. Nou, bedankt Sergen. Dutchie Gamer. Oh, bedankt voor de HGP logo. Echt super. Mooie tof. Tekening. Tof, ja. Ja, dank je wel. En mensen, dit was de fanmail. Ik heb hier nog een aantal fanmails over. Die doe ik de volgende keer. Ik zie dat mijn camera bijna leeg is. En ik kan niet heel lang wachten. Ik doe hem dan zo meteen bij de oplader. En zie je de volgende keer Mark weer. Mensen, vonden jullie het leuk dat Mark meedeed? Willen jullie vaker zien? Zoals met Code Simulator of in Minecraft of... Wat heb je meegedaan? Happy Wheels? Happy Wheels. Laat het dan even achter in de reactie. Zeg bedankt voor het kijken, mensen. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op het Gameportaal. Volg mij op Twitter, @JustRonald. Abonneer natuurlijk ook op het nieuwe kanaal, Ronald en Timo. Zeggen wij bedankt voor het kijken en tot... de volgende keer. Doei. Doei.